Dag moestuinvrienden, welkom op een nieuwe aflevering van Toms Moestuin. Ik leek wel een schoolmeester met papieren in mijn handen. In vorige aflevering had ik een beetje een bedrukt gevoel. Ik had geen super leuk gevoel en de reden daarom was dat ik de bodemresultaten, of de resultaten van het bodemonderzoek teruggekregen had. Welkom in mijn prachtige moestuin trouwens. Ik moet er eigenlijk wel fier op zijn, want vaak zie ik soms de zorgen en zie ik niet hoe fantastisch het hier eigenlijk aan het worden is. Tot daar aan toe. Herinner jullie dat ik een pH zag van 4,8 of 4,9? Dus in deze bodem, dat heeft te maken met positief geladen ionen en negatief geladen ionen. In ieder geval, als je zelf met maagzuur in je buik zit, dan ga je niet smakelijk eten. Zo is je bodem ook. Als die te zuur is of te alkalisch, dan gaan de huid of de mondjes die onderaan op de wortels staan van je planten het niet zo goed doen. Nu, ik dacht onderaan de test, deze test, stond een telefoonnummer van de mevrouw die deze test uitgevoerd is. Dus ik dacht, ik ga even contact opnemen en een aantal vragen stellen. Hoe kan ik het verbeteren, hoe kan ik het niet verbeteren? Want, ja, alles is ingezaaid, alles is ingeplant. Wat kan ik meer doen? Ik belde, ik nam mijn test erbij en rechtsbovenaan zag ik de naam van een meneer die Bernard heet. En Bernard, dat ben ik niet, hè? De tuin is niet van Bernard, is van Tom. En toen slaakte de mevrouw een mea culpa en zei ze van, meneer De Steyn, excuseer, maar we hebben u de verkeerde testresultaten doorgestuurd. En in principe zou je daar niet zo heel gelukkig moeten mee zijn, want er is een fout gebeurd, maar diep van binnen was ik eigenlijk wel blij dat ik een herkansing kreeg. En ik zei dan van, ja, hebben jullie de test van mijn tuin al? En zijn, ja, de onderzoeken zijn al klaar, maar de pH-resultaten zijn wel al binnen en die zijn 5,8. 5,8 is nog altijd aan het lage spectrum van de test, maar er is een streefdoel, je weet dat ik de test laten doen heb voor een druiventeelt, er is een streefdoel tussen de 6,2, misschien kun je het lezen, misschien niet, tussen de 6,2 en de 6,6, en ik zit op 5,8. Wat eigenlijk beter te corrigeren valt dan 4,9. Want het is ook geen, dus de pH, die is van 0 tot 14, waarbij neutraal 7 in het midden zit. Iedere sprong dat het maakt is niet in decimalen, maar is eigenlijk exponentieel erger. Dus bijvoorbeeld, een pH van 6 is niet half zo zuur als een pH van 5. Omdat het exponentieel naar beneden gaat. Dus van 4,9 of 4,8 naar 5,8 is een supergrote sprong voorwaarts. En 5,8 is teelbaar, is kweekbaar. Ik kan hier alles kweken. Maar ik zit op een ander punt, serieus, in de problemen. Dat zal ik straks toelichten. Om misschien nog kort aan de moestuinweetjes, want die staat er nu wel juist, hè. De moestuinweetjes resultaten te overlopen. De grondsoort is zandleem, waarde 30. Dat was 35 in de vorige test. En in mijn moestuin in Waregem was dat 2, want dat was puur zand. Een zandbak. Nu is het 30, dus een goede zandleembodem. Volledig tevreden mee, zoals gezegd. pH 5,8. Organische koolstof, dat wil zeggen organisch materiaal, in de grond is 0,9%. Dat ligt laag. Dat moet tussen de 1,2 en 1,6 zijn. En daar komt later ook mijn probleem op terug. Fosfor, 33 milligram, is hoog. Kalium, 11 milligram per 100 gram, dat is laag. Dat moet tussen de 15 en de 20 zitten. Magnesium is tamelijk hoog, met 19 milligram per 100 gram. Magnesium, superbelangrijk voor druiven. Calcium is 154, dat moet tussen 107 en 258 zitten. Dus dat is normaal. Dus dat is ook al calcium. Als ik natuurlijk nog zeewierkalk ga bijvoegen om de pH naar boven te krijgen, dat is een werkje voor het najaar, dan zal dat calciumgehalte, veronderstel ik, ook stijgen. Ik ben geen expert. Natrium is vrij laag en boor ook. Natrium zit op 1,7, boor zit op 0,32 milligram per kilo. Ja, de verhoudingen zijn soms een beetje afwijkend. Je kan me altijd mailen of een comment sturen onder deze video als je geïnteresseerd bent in deze testresultaten. En dan kun je het eventueel vergelijken met jezelf. Niet met jezelf, maar met de testresultaten van je moestuin. Zelf weet ik niet welke pH ik heb. En dan staat er nog een heel bemestingsadvies. Ik liet ook, want dat is belangrijk, ik ben hier komen wonen. En zoals ik al zei, is dit hier een agrarisch
industriegebied. Er zijn allemaal fabrieken rondom ons. Ook textielvervrijen. Ja, ik zeg rondom ons, maar het is moeilijk om dat te filmen, Sarah. Mijn serre, voor onze serre, is voor alle duidelijkheid. Geen fabriek. Ja, het is wel een fabriek. Het is een fabriek waar we voor het moment heerlijke vruchtgewassen kweken. Dat was een belangrijke. Dus ik heb hier een test laten doen voor de zware metalen. En je kan over mijn schouder meekijken. Hier is getest. Er was iemand in de comments op vorige video die heel benieuwd was naar de resultaten. Naar arsen, cadmium, kroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink. Ik zit daar telkens ruim onder de streefwaarden en zelfs zeer ruim onder de saneringsnorm. Dus als je bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid lood in je grond hebt, dan moet je het laten saneren. En dat is nu dus niet. Ik heb alles overlopen en alles ligt ruim binnen de norm. Zo. Tot zover die test. Ik ben tevreden. Ik ben blij dat de test eigenlijk omgewisseld is. Of er is iets mee gebeurd waardoor hij niet waarheidsgetrouw is. Maar ik ga jullie even een fout opbiechten. Het is geen fout, maar het is gewoon een complicatie die optrad door mijn enthousiasme om hier zo snel mogelijk te kweken. En ik ga jullie even meenemen naar november. In vorige video's, ik ga de papiertjes in de serre leggen, Sarah. In vorige video's hebben jullie kunnen zien, als jullie teruggaan naar Tom's Moestuin 22, denk ik, de laatste video's, was dit hier, of als je zelfs naar mijn eerste video die ik hier nam, dan zat ik hier in de wei. Ik ga deze onder deze video zetten. Sarah, kom maar eens mee. En ik denk, Sarah, dat ik hier ergens in het hoge gras zat, met het schapenhok op de achtergrond. En ik wou hier mijn wijnhaard maken. Zoals je ziet, is die wijnhaard er hier. Daar kom ik in een volgende video op terug. Stand van zaken van de wijnhaard. En ook, hoe leg ik een wijnhaard aan, deel 4. Maar goed, ik zat hier helemaal vrolijk te wezen, helemaal emotioneel. Mijn mama was heel ziek op dat moment. Sarah was hoogzwanger. Ze waren allemaal helemaal een beetje emotioneel. En ik wou er hier echt iets moois van maken. En het lange gras hier, hier had de schapen gelopen. En er waren allemaal verschillende stukjes grond. Daar was een moestuin op het einde. Er stond nog een klein kastje, er een kippenren. Daar stond ook nog wat bomen. En ik wou eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb een bedrijf gecontacteerd. Ik heb ook 2 waterputten gestoken nog, om hier water te hebben tijdens droge periodes. Ik vang het water op van het dak van mijn schuur. En ik heb er toen voor gekozen om een bedrijf in te schakelen die met een kraan het gras, het weidegras, want het is stug weidegras, afgeschraapt heeft. Die hebben dat op een hoop gegooid. Die hebben daarnaast een grote put gemaakt. Ik ga nog niet verklappen, niet spoilen. Hebben een grote put gemaakt en gegraven. En de gele aarde... Nee, anders. Sorry. Andere volgorde. Die hebben de bovenste laag afgeschraapt, op een hoop gegooid. Dan hebben ze alle teelgrond afgeschraapt. Dus de bovenste 20, 30 centimeter, de bruine aarde, zoals dat ze zeggen, de teelaarde. Hebben die afgeschraapt, hebben die ook op een hoop gelegd. Dan hebben die de gele aarde afgeschraapt. Dus dat is eigenlijk de aarde die niet zo goed is om in te kweken. Dat is dan een onderste bodemlaag, die hebben die ook op een hoop gelegd. Die hebben dan een put gemaakt, die hebben alle gele aarde in die put gestopt. Die hebben de bruine aarde weer verspreid. En dan hebben die ook het gras, de zoden, ook allemaal in een put gestopt. Nu, die grondwerkers konden het net iets beter uitleggen als mezelf. Maar het komt erop neer dat de bovenste laag afgeschraapt is en dat de teelaarde weer van boven ligt. Maar de teelaarde heeft natuurlijk, en nu ga ik het wat beter toelichten, de teelaarde die heeft het hard te verduren gekregen van die kraan. En in de winter stond hier ook heel vaak, maar het heeft nu geregend gisteren, ik bleef hier plassen staan. En waar die plassen bleven staan, ik denk dat ik in vorige video's nog hier getoond heb, dat er plassen stonden, daar zie je dat de grond heel hard aangekoekt is, zelfs zodanig dat het gras er moeilijk door geraakt. Ik zal het verschil tonen met een andere plaats in mijn moestuin, met 2 andere plaatsen, waar de regenputten geplaatst zijn, en dat is hier, ligt er losse aarde, dus de kraan die heeft
hier gestaan en heeft eigenlijk putten gemaakt voor gaten in de grond voor de regenputten. En heeft die aarde los opgevoerd. En dan is hier niet meer op gereden, want anders zouden die regenputten verzakken. En je moet eens kijken wat een gras er hier staat. Mag eens filmen, Sarah. Dat is echt als een Persisch tapijt, om het zo te zeggen. Dit is hier echt in die luchtige grond, met die goede pH van 5,8. Misschien ietsje te zuur, maar voor gras is dat allemaal niet zo belangrijk. En hier staat enorm veel gras. Waar de kraan gereden heeft, dat kan ik hier tonen. Zie je mooi dat het gras, Sarah, als je daar even kunt filmen, hier ook weer dat de bodem gecompacteerd is. En dat gras daar nauwelijks groeit. Hè? Het Persisch tapijt hier is ver te zoeken. Er zijn een aantal plaatsen in mijn tuin waar de kraan constant aan het pivoteren was. Bijvoorbeeld hier ook niet. Hier boven is het gras ook weer als een kamerbreed tapijt. Staat perfect, kindjes spelen erop. Niks probleem, enkel onder de schommels. Zijn er natuurlijk kale plekken, vind ik super charmant. Het doet me aan mijn jeugd denken dat er kale plekken onder de schommel zijn. Maar het grote drama speelt zich voor. Ik heb een aantal druktests laten uitvoeren. En de reden waarom ik dat gedaan heb, ik zal het nog eens tonen aan de hand van een voorbeeld. Hier, Sarah. Dit is ook een plaats dicht bij die regenputten waar de aarde los opgevoerd is. En je ziet, die wijnstokken, die lopen fantastisch uit. Dit is een rijtje. Alsace. Dus er staan 5 planten Gewürztraminer, 6 planten Pinot Blanc en 6 planten Pinot Gris. Dat zijn 3 variëteiten die in de Alsas gemaakt worden. En zoals je kunt zien, heel deze rij is oké. Daarnaast staat de rij Sauvignon Blanc. Wat op zich niet zo belangrijk is om te weten. Maar je ziet ook dat deze nog al ietsje slechter gaat. Hè? Want hier heeft de kraan dan constant ook weer... hier nog niet... Maar je ziet dat het slechter gaat. En hier op de koppen, dicht tegen de muur, heeft de kraan ook niet zoveel gereden. En straks gaan we hier, dus de eerste 5, 6, 7 wijnstokken doen het hier allemaal redelijk goed. Maar als we naar binnen gaan, Sarah, we gaan misschien hier naar binnen. En misschien kan jij naar daar gaan voor het licht. Dan ga je zien, hier midden, en je ziet waar ik nu sta... Zie je weer hetzelfde fenomeen. Het gras groeit niet goed. Hier zijn allemaal... Het moet van mij niet goed groeien. Maar het wijst eigenlijk op het feit dat deze bodem gecompacteerd is. Dus wat gebeurt er? Die wijnstokken, die worden in de grond gestopt. Ik heb die ook nog eens goed dichtgespoeld met water. Wat dan ook weer helemaal niet zo... Ja, het was wel goed. Ik had ze wat water gegeven. Maar de grond compacteert dat. Daar. Dus hier hebben we een hele hoop wijnstokken in het midden. Deze doet wel goed, maar je ziet dat er heel veel zelfs aan het sterven zijn. Kijk, deze is helemaal dood. En dat zorgt ervoor, of dat komt omdat de grond te gecompacteerd is. En je kunt eigenlijk mooi zien, we gaan nog eens verder, Sarah. Ik probeer jullie iets bij te brengen over de bodem. Want een plant heeft natuurlijk naast de voedingsstoffen ook lucht en water. Ja, water is een voedingsstof, maar heeft ook lucht nodig om zijn wortels te kunnen verspreiden. En hier is het eigenlijk allemaal een aangebakken koek. En ik heb de hulp ingeroepen van een expert. Mijn collega Jannik, die ook landbouw- of tuinbouwingenieur is. We hebben een stok uitgegraven. Ik ga die vlug even gaan halen, Sarah. We hebben een stok, ik ga even doorbabbelen. We hebben een stok uitgegraven, een van de goede stokken. Dus waar er wel begroeiing aan komt. En één... van de slechte stokken. Dat hebben we gewoon uit de grond gehaald. En we hebben eigenlijk het wortelgestel van die plant... Hier ben ik weer. De wortelstel van die plant bekeken. En dan hebben we moeten vaststellen... dat deze Cabernet Cortis... dat is de variëteit van druif... maar dat had eender welke stok kunnen zijn... zo dat daar niks mee veranderd is. Dat is nog altijd dezelfde wortel als voorheen. Een andere stok, maar die hebben we intussen weer geplant natuurlijk, omdat die supergoed aangepakt was. Die had allemaal witte draadjes, die kwamen uit die hoofdwortels. En hier gebeurt er niks. Dus, er was een probleem met deze bodem. En het was niet de pH. En toen heb ik een
druktest laten uitvoeren. Is er iemand geweest die mij zal helpen met mijn bodem? Want dat is het volgende stadium van wat moet er hier nu eigenlijk gebeuren? Want in mijn moestuin is het hetzelfde. In de serre hebben een aantal tomaten nu neusrot. Niet omdat ik geen water geef, maar gewoon omdat de grond te compact is. Het wortelgestel te weinig kan zich uitbreiden. Nu, er is een expert geweest en die heeft mij gezegd van kijk, je had een toestelletje mee waarmee je de druk van de bodem kon meten. Dat de druk op de bodem te groot was, heeft het daar gemeten bij de hoeienstokken, heeft het hier gemeten. En dan heeft hij ook een stukje grond genomen en aangeroken. En het rook ook muf. Dus wat gebeurt er als er enkel vocht is en geen lucht, dan krijg je anaerobe processen. Processen zonder lucht, dat kun je vergelijken met ergens een emmer water, waar je een hoop organisch materiaal in gooit, die gaan beginnen stinken. Omdat er geen zuurstof aan kan, geen lucht. Of die gaan beginnen fermenteren. Dat is ook een tweede reactie. Maar in de grond kan dat allemaal niet, dus er zijn anaerobe processen gebeurd en daardoor ruikt de grond heel slecht en kunnen die wortels zich niet verder ontwikkelen. Maar de oplossing komt er nu. De eerste instantie heeft die persoon die mij geholpen heeft, dat is iemand die denkt aan biostimulanten, niet aan bestrijdingsmiddelen. Dus we hebben eerst wat biostimulanten op de bestaande planten die het goed doen, aangebracht, verneveld. 'S morgens heb ik dat ingespoten. Dat is een soort bladvoeding. En die bladvoeding geef je best 's morgens, omdat de huidmondjes van je planten dan openstaan. Niet 's avonds, want dan gaat de plant in slaap, in een slaaptoestand. En dan, dus ik heb die bladvoeding aangebracht 's avonds. En nu gaan we kijken binnen een tweetal weken hoe de wijnhard loopt. En ik zie waar ik die biostimulanten aangebracht heb. Dat zijn spoorelementen, bepaalde zuren die heel goed zijn voor het metabolisme van de plant. Zouden we de planten die niet goed vertrokken waren toch moeten kunnen redden? En een tweede, want die gecompacteerde grond, zou je kunnen zeggen, ja, dan moeten al die palen en die draden hieruit, alle wijnstokken eruit, en dan moeten we met een tractor alles gaan diepvriezen. Dat zou de normale gedachtegang zijn. Maar de persoon die mij hier komt helpen, en waar ik heel veel van bijleer op het moment, die gaat eigenlijk gaan werken met groenbemesters die zelf met een wortelgestel die grond weer gaan openbreken en organisch materiaal in de grond gaan brengen. Weet dat je groenbemester kunt gebruiken in de moestuin, zoals gele mosterd bijvoorbeeld of facelia, om stikstof te herstellen. Die maken stikstofbolletjes aan in de grond, ook lupines bijvoorbeeld, tarwe en winterroggen. Dat zijn allemaal groenbemesters. Die brengen ook organisch materiaal in de bodem. En bepaalde groenmesters die gaan ook heel diep gaan wortelen. En het advies was om luzerne in de zwartstroken te gaan zaaien, zodanig dat ze de grond losser kunnen maken. Is het niet voor dit jaar, dan is het voor volgend jaar. Dit jaar redden we wat er te redden valt. Maar we moeten eigenlijk aan de toekomst gaan denken. En in de zwartstroken gaan we luzerne gaan inzaaien. Althans, we gaan 2 weken wachten. We gaan eerst kijken wat die biostimulanten doen. En dan gaan we een volgende stap gaan doen. Het is geen zin om nu iets te forceren. Het is zomer, er is weinig water. Misschien dat ik vanaf... Ja, als ik terug ben uit mijn zomerverlof, dat ik er ga aan beginnen. En op de grasstroken, want daar moet ook iets gaan gebeuren. Zouden we eventueel werken met witte klaver? Witte klaver heeft ook de eigenschap van vrij diep te wortelen. En daar kan dan ook de drainage gaan gebeuren. En witte klaver kunnen we ook weer door te maaien makkelijk verwijderen uit het gazon, mochten we dat niet meer willen. Hè. Maar witte klaver, dat groeit ook gewoon mee met het gras. En het is ook een leuk bloemetje, een voorjaarsbloemetje, voor nuttige insecten. Wow, dat was toch bijna 20 minuten. Een verhaal van ups en downs, want eigenlijk moet ik heel tevreden zijn. Ik ben hier in de mogelijkheid om een prachtige stuk grond te gaan bewerken, om fruit en groenten te kweken voor mijn familie. Dat is echt een super, 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 super droom van mij. Maar we hebben tegenslag. Je ziet ook, ik had werk gemaakt van mulch. Ik heb gekozen voor schors, dat is van dennenhout. Dat blijkt ook de verkeerde keuze te zijn. Daar zitten harsen in. Dat is goed voor vaste planten, voor zuurminnende planten. Maar waarschijnlijk moet die schors er ook weer uit. Dus je ziet in mijn enthousiasme, en ik ben ook iemand die liever iets doet
dan heel veel opzoekingswerk. En dan zien we, nee, ik ben meer een doener. Maar natuurlijk gebeurt er dan heel veel. Hè. Er is hier op korte termijn, dit jaar, vorig jaar was dat hier nog helemaal anders. Dan zat ik hier nog in het lange gras in de wei. Maar als doener zijnde heb je natuurlijk wel het nadeel dat het soms eens fout loopt. En dat als je veel doet, het ook wel eens hard fout kan gaan. Maar in het slechtste geval gaan we een jaartje verliezen op de druiven. Maar niet op die verste. Dus ik kan al lekker beginnen wijn maken binnen 2 à 3 jaar. In het derde seizoen en in het vierde seizoen. En dan moet ik heel, heel, heel goed zorgen voor de resterende planten. Of een aantal nieuwe planten aanplanten. En ben ik weer een heel deel wijzer geworden. Ik ben ook zo iemand die niet de handleiding leest als hij iets koopt. Ik weet niet of jij dat doet, de handleiding lezen. Ik kom er helemaal knettergek van. Ik begin gewoon de verpakking open te doen en ik kijk hoe het werkt. En pas als ik het gewoon helemaal in elkaar gestopt heb, wat ik aan het monteren ben, en er schiet een stukje over, ja, dan ga ik gaan kijken in de handleiding. Dan mag ik heel alles weer gaan... dismantelen, ging ik zeggen, dat is Engels, maar moet ik alles weer gaan afbreken en dan moet het stukje ertussen die ik vergeten was. Dat heb ik onlangs nog tegengekomen met een hoslok tuindouche voor op mijn tuinslang. Daar kom ik misschien later ooit nog eens op terug. Zo, maar toch een positieve noot in het feit dat ik wel wat werk voor de boeg heb om deze grond weer recht te trekken, ook in de kas, in de tuins, in de serre, in de moestuinbedden, ga ik waarschijnlijk ervoor kiezen om deze winter een groenbemester in te zaaien. Of een deel, misschien de helft van de serre en de andere helft misschien later. Dat moet ik nog beslissen. Ik zal het traag beslissen dat het een goede beslissing is. Zo. Een blije en ook een beetje trieste Tom. Nee, geen triest, maar een beetje uitdagend. Allemaal vanuit mijn paradijsdroom. Dat moet ik zeker ook nog zien. Bedankt voor nu te kijken naar deze video. Tot een volgende keer. Bye.